Goedemiddag allemaal. Ik wil eerst vragen of Lisanne de kaars aan komt steken. Want dat doen we altijd voor de dienst. Gelukt, dankjewel Lisanne. Ja, goedemiddag familie, vrienden en andere genodigden. Welkom in deze dienst van Woord en Gebed in de Nebo-kerk aan de Smeetslandse Dijk in Rotterdam. Fijn dat u er vandaag bent om in deze moeilijke, maar ook bijzondere momenten mee te leven. Ook de mensen die hier niet zijn, maar verbonden zijn via de livestream, van harte welkom. Fijn dat u op afstand toch kunt meeleven in deze dienst. In de dienst van, ja, Rina Veenstra. Deze dienst van Woord en Gebed zal worden geleid door dominee Bas van Zuylenkom. En hieraan vooraf zal ik het in memoriam voorlezen, wat afgelopen zondag in de kerkdienst ook opgedragen is door Marga Wittekoek. Het in memoriam van Marina Jacoba Veenstra Werkman. Op 19 februari 2021 overleed onze zus Rina Veenstra. Ze werd geboren op 8 augustus in Warfhuizen in een gezin met een broer en 4 zussen. Haar jeugd bracht zij door in Warfhuizen. Op jonge leeftijd heeft ze een groot verdriet meegemaakt. Haar zusje Ubina is voor haar ogen verongelukt en zelf raakte ze zwaar gewond. Dit heeft haar diep geraakt. Op 18 maart 1977 is Rina getrouwd met Max en samen zijn ze in Koudum gaan wonen. Ze mochten 4 kinderen van de Heere ontvangen en 8 kleinkinderen. Eerst woonden ze 10 jaar op de boerderij en toen Max internationaal chauffeur werd, stond Rina vaak alleen voor de opvoeding van een opgroeiend gezin. In 2009 zijn Rina en Max in Rotterdam gaan wonen. Na een moeilijke tijd hebben zij hier samen een nieuw leven opgebouwd. Vriendelijkheid, trouw, meelevend, gastvrijheid en liefdevol omzien zijn de woorden die Rina typeren. In Rotterdam heeft Rina al snel een baan gevonden in Zonneburg. Ze kon er altijd heerlijk over vertellen, over haar werk in de linnenkamer. We zagen haar zelfvertrouwen groeien en ze voelde zich geliefd. Iedereen voelde zich welkom bij Rina. Haar huis stelde ze open voor de mensen die tijdelijk geen onderdak hadden. Ze had oog voor mensen die extra zorg nodig hadden, zoals oma Pasman uit de Dinteloord flat in Tisja bij de supermarkt. Ze nam beide dames mee naar de kerk. Door de jeugd van de kerk werd ze mama Rina genoemd. In de kerkelijke gemeente was Rina altijd betrokken. Ze ging naar de vrouwenvereniging, rondom het woord, naar zijn post. En ook was zij actief bij de kerstviering voor de ouderen en ze maakte paasstukjes voor de ouderen in de wijk. Rina wist zich een geliefd kind van God. Voor God ben ik goed. Een parel in Gods hand. En daar getuigde ze van. Rina sprak altijd liefdevol over haar kinderen en kleinkinderen. Wat heeft ze de eerste jaren de kinderen gemist in Rotterdam? En wat was ze dankbaar met de hereniging van Hette Jacob en Petra?
En wij hebben mee mogen genieten van de geboortes van haar kleinkinderen, Lisanne, Björn en Eva. Ze was een trotse oma. 2 augustus 2020 werd Trina opgenomen in het Maastadziekenhuis. En daar kreeg ze te horen dat ze ernstig ziek was en niet meer beter kon worden. Door de liefdevolle en trouwe zorg van Max heeft ze tot op het laatst thuis kunnen zijn. We gaan op aarde een lieve vriendin en zus in het geloof missen. Rina getuigde van haar Heer en Heiland en bij hem voelde ze zich geborgen. Hij zorgt elke dag voor ons. Dat was haar houvast in haar zware lijdensweg. Rina mocht thuiskomen en als een geliefd kind van God een parel in Gods hand zijn. Dank jullie wel. Wil ik het woord geven aan Bas. Goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ook iedereen die thuis meeluistert, meekijkt. Mooi dat we zo om Max en om jullie allemaal heen kunnen staan. En ik zeg altijd maar op een dag als deze, dat we niet alleen bij elkaar zijn, met elkaar zoals we elkaar zien, maar dat we ook samenkomen onder een open hemel. En je moet eens even opletten buiten hoe mooi de zon schijnt, hoe we vandaag ook nog meer dan de afgelopen tijd al het geval was, mogen leven in het licht van God en van zijn liefde. Dat hebben we nodig vandaag. En ik wil ook samen met jullie mij uitstrekken naar God die ons wil ontmoeten. Mag ik jullie uitnodigen om te gaan staan? Onze hulp, onze verwachting is op de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is, doet wat hij heeft beloofd, ook in onze levens en zoals hij dat ook heeft gedaan in het leven van Rina. Lieve mensen, in zijn machtige naam mogen we elkaar begroeten. Genade voor jullie, vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. We gaan luisteren naar een lied wat eigenlijk de kern aangeeft van wie God is. Ik zal er zijn. En u mag blijven staan, u mag ook gaan zitten, want meezingen dat gaat even niet.
is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. Ik ben die ik ben, is u. Zullen we samen bidden? Heere God, wat is uw naam indrukwekkend? En ook helemaal op dit moment. U zegt, ik ben die ik ben. En geen dood en geen leven, geen moeite of pijn, niets kan ons ooit van u scheiden. En de toekomst is zeker. Eindeloos goed. Als ik eens sterven moet, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen. U noemt zelfs mijn naam. Heere God, dank u wel dat we u zo mogen kennen als een God die binnenkomt. In ons hart, in ons samen zijn. En dat we het mogen merken. Heer, u raakt ons echt. Dank u wel voor uw naam. Dank u wel dat de toekomst zeker is, eindeloos goed. En dat we het Rina na mogen zingen vandaag. Als ik eens sterven moet, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen. U blijft bij ons, Jezus. Laat ons niet gaan. Zo is het. Want zo bent u. En Heer, we vragen dat we vandaag
Rina ook kunnen begraven in dit vertrouwen. Met u in ons hart en in onze gedachten. Dat we dat allemaal mogen merken. Ook de kinderen, want er zijn veel dingen die we niet snappen. Ook als het gaat om wanneer je oma sterft. Waar is oma nu? Hoe gaat het dan? Met die kist, met haar lichaam. Waar is de hemel? En ook de grote mensen weten niet alles. Alleen we stellen minder makkelijk die vragen. Maar gelukkig hebt u ons heel veel verteld in de Bijbel. En wij mogen daarop vertrouwen. En we bidden voor elkaar dat op deze bijzondere dag de hemel open mag zijn, boven ons allen. En dat wij uw licht mogen zien en in uw licht mogen doen wat we vandaag moeten doen. Want Heer, het is ook moeten. Liever hadden we het allemaal niet meegemaakt zo. Liever hadden we vandaag gewoon lekker andere dingen gedaan. Maar het moet. Help ons, Heer. We zijn toch kinderen van u. U weet wat we nodig hebben. Help ons in Jezus' naam. Amen. Dick, mag ik jou vragen om ons toe te spreken? Lieve broeder Max, geliefde broeder, familie en kinderen natuurlijk horen bij die familie, jullie ook. Ik mag een woordje namens Seinpost doen, of voor Seinpost en van de mensen van Seinpost. En dat doe ik op verzoek van Max. Ik heb het natuurlijk over Rina in het bijzonder. Zij heeft heel veel mooie dingen gedaan en wij hebben elkaar leren kennen hier in de Nebelkerk, waar ik af en toe ook voor mocht gaan. En zo heeft Max en Rina, die ook in de buurt van het gebouw wonen waar we Seinpost hebben, aan de Middelharnestraat, jullie verder leren kennen en ontmoeten rondom God, maar ook heel veel rondom persoonlijke dingen, vooral dat. Jullie wilden graag een bijdrage leveren aan Seinpost, aan het werk, het evangelisatie, missionair werk. En dat hebben jullie gedaan. Zoveel mooie dingen. Rina werd gevraagd als gastvrouw. Ik kreeg het steeds drukker en zij was bereid om dat te gaan doen bij de maaltijden. En ik zie ze zo voor me. In het begin was ze een beetje gespannen en jij vertelde het ook wel eens van nou, dat is een hele stap, Max. Dat heb je me verteld voor Rina, dat ze dat zou kunnen en willen doen. En dat heeft ze gedaan en met wat voor mooie momenten en liefde. Naar de mensen uit de wijk die zorg hadden, die verdriet hadden, pijn en moeite. Bij de maaltijd stond ze daar. Ik zie ze gewoon voor me staan. Met het accent, Friese accent, tussen de Rotterdammers. En ze was zelf ook een Rotterdammer hoor, van hart. Maar daar stond ze dan, met een gedicht, met een bemoediging of een gebed. Bij Seinpost. Een mooi plekje in de wijk. Waar Rina ook groeide en jij sprak me wel eens aan, Max, zei je van joh, wat fijn dat ze dat mag doen. Ik zie ze gewoon groeien, ik zie haar in haar kracht komen. Dat ze dit mocht doen voor God en de naaste. En we hebben natuurlijk ook heel veel plezier gehad, we hebben gelachen. Echt waar, wat een lieve, lieve schat. Ja, heel moeilijk om afscheid te nemen. Veel plezier. Ik zag haar in alles doen en heel trouw ook aan het woord. Soms kwamen jullie ook bij de samenkomsten, celebration bij Seinpost. Hoe ze ook geïnspireerd werd, maar ook hoe jullie samen ook mensen daarbij hielpen, bij het geloof enzovoorts. Niets was voor haar te veel. Absoluut niet. Schoonmaken, kom maar op joh, ik doe het wel. Bij de maaltijden aanwezig, maar altijd met die glimlach. En soms tegen mij wel eens zei ze van Dick, ik keek een beetje strenger, want dan kan ik af en toe. Hij zei, ben je boos, Dick? Ik zei, nee, lieve schat. Maar ik moet er tegenaan, weet je, zoals alert. Ze communiceerde en dat vond ik heel bijzonder. We hebben zeker met alle mensen van Seinpost in mijn tijd, in de periode daarna, heel veel van Rina, Max, en dat weet je ook, genoten. Ja, ze is niet meer. Wat een verdriet. Afgelopen 2 weken geleden ongeveer waren we nog bij jullie. En ik weet nog goed wat ze zei. En dat raakte me ook vandaag weer. Dat ze zei van mensen op mijn leeftijd kunnen nog zoveel, Dick en Nina.
Ze zijn nog zo krachtig en ze kunnen vooruit en ik kan niet meer. En dat had zij natuurlijk ook graag gewild, jullie samen. Maar God heeft anders besloten. Zoveel bewondering ook, lieve mensen van Seinpost, ook over het geloof van Rina. Hoe ze ook de afgelopen weken, ondanks natuurlijk de ziekte en de pijn, zoveel vertrouwen op God had. En ik heb wel eens ingevuld de afgelopen dagen, wat zou ze nou tegen ons zeggen? Ik weet één ding zeker, ze was recht voor zijn raap. Ik ben thuis. En nou jullie, nou zijn jullie aan de beurt. Ben je er klaar voor? Dat was Rina wel, die was daarin altijd wel heel scherp. En lieve mensen, zijn we er klaar voor. Bas gaat er zeker nog meer mooie woorden van zeggen. Zijn we er klaar voor, net als Rina, afscheid te nemen van dit aardse leven? Want er komt beter. Dat heeft Rina ook getuigd. Groot is uw trouwerij, o Heer. Rina is naar het vaderhuis. En Max, jij blijft achter. Zij heeft getuigd waarheen ze ging en ze verlangde er ook naar. We wensen jou namens de broeders en zussen, maar ook de mensen van Seinpost, maatschappelijk en van kerkelijk gedeelte, wensen jou in het leven veel troost toe wat hierna komt. Voor jou. En dat we altijd ook Rina in onze herinneringen een plek blijven geven. En dat Rina ook steeds voor jou eigenlijk de spiegel voorhoudt. Een vast vertrouwen op God. En daar wensen we jou heel veel sterkte in. Liefde, geduld. En ook, wij willen er voor jou zijn ook, Max. Als het moeilijk is, enzovoorts, enzovoorts. Trek aan de bel. We houden van je, broeder. Dankjewel. Heer, dat we volken jou in dat verloren. Wij zijn jouw beetje die erom bekomen. Leer ons jouw metgezin, leer ons jouw wegen. Amen, ja, amen.
U hoorde net onze kleindochter zingen. Maar dat was in het Fries. Dus ik denk niet dat jullie dat verstaan hebben. Maar de tekst was: Heer, dat wij weggaan. Maar vervult onze noden. Wij zijn uw kinderen, die u bij naam roept. Leer ons uw woord verstaan. Leer ons uw weg, uw pad te gaan. Amen, ja amen. Dat was de tekst. Ik wil graag met jullie lezen Psalm 121. Rina had zoveel teksten waar ze ook hoop en moed en trouw uitputten. En toen Cor Schot samen met Gerry halverwege augustus een keer bij haar in het ziekenhuis was en haar voorlas Psalm 121, zei ze 's avonds tegen mij: Max, dat is mijn tekst. Want we mogen opzien naar de bergen. Vandaar komt onze hulp. En daarom, Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is je schaduw. Aan ook je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden. De Heere behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht. Over te gaan, over je gaan en je komen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Ja, Max, toen we in de zomer van 2020 elkaar weer zagen na best wel een tijdje in het Maastadziekenhuis, toen vond ik het best een vreemde gewaarwording, want Rina was ziek, maar zo op het eerste gezicht was er nog helemaal niet zoveel te zien. Ze had ook nog allerlei ideeën en plannen. En zo was het eigenlijk een paar weken geleden nog, dat ze in haar hoofd actief was, bezig met weer naar buiten gaan als het weer mooie weer was. Fietsen, wandelen, onder de mensen zijn. En nu, vandaag, zitten we hier. Zij is bij Jezus. En wij nemen afscheid van haar. Jouw lieve Rina. Jullie lieve moeder en oma. Onze lieve zus, we moeten verder zonder haar. Hoe moet dat? Hoe moet dat, Max? En jullie allemaal. Psalm 121, haar psalm. Het is een psalm die gaat over hulp. Niet alleen hulp in het algemeen, een koffertje dat ergens aan de muur hangt. Mijn hulp. En ik wil graag met jullie allemaal nadenken over jullie hulp, jouw hulp, mijn hulp. En om die hulp te vinden, kijkt Psalm 121 omhoog, naar de bergen. Een plek waar je kunt schuilen. Dat zie je vaak in de Bijbel. Mensen schuilen in de bergen omdat ze willen verborgen blijven voor vijanden. Maar de bergen zijn tegelijk een plek waar je vijanden zich ook kunnen verschuilen. De bergen zijn plekken waar je kunt vallen. En waar toch ook allemaal risico's zijn. En dat is nou precies wat die dichter bedoelt. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Daar waan ik me soms veilig. Maar ten diepste weet ik dat ik er niet veilig ben. Hulp van deze aarde, hulp van mensen, hulp uit de natuur,
hoe hoog, gegrepen ook, hoe hoog je het ook haalt, ten diepste is het toch altijd onveilig en onzeker. Op mensen kun je bouwen, maar soms laten ze je ook gewoon vallen. Of dan vergeten ze je. Waar komt mijn hulp vandaan? Dat is de vraag in Psalm 121. Max, en jullie allemaal, als jullie het leven verder moeten zonder je moeder, zonder je vrouw, wij allemaal zonder Rina. Waar zoeken we onze hulp? De psalm zegt, die bergen, daar zitten dreigingen in. Daar kan je ook veiligheid vinden. Maar ze halen het in geen enkel opzicht bij de Heer. Mijn hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Mijn hulp komt van de Heer, die de bergen heeft gemaakt. Die de mensen heeft gemaakt. Ook al die lieve mensen om me heen. Die me kunnen steunen, op wie ik kan terugvallen en waar ik op kan leunen. Mijn hulp komt van de Heer, die dat allemaal heeft gemaakt. Psalm 121 brengt je bij een hulp die boven alles en iedereen uitgaat. Voel je hem, lieve mensen? Voel je hem hoe dit lied je helpt om hulp te vinden die hoger ligt dan alles wat je kan vastpakken, alles wat je met je ogen kan zien? En wat is nou de hulp van de Heer? Ik moest er al aan denken toen we net dat lied zongen, Ik ben erbij, hè, dat eerste lied van Sela. Wat is nou die hulp van de Heer? Dat is dat je altijd, waar je ook bent, hoe je er ook aan toe bent, of je nou gezellig tussen de mensen zit, of dat je je stik alleen voelt. Je hulp is dan dat je dan geestelijk op adem mag komen bij de Heer. Als je sterft in je verdriet, bijna. Als je niet meer weet waar je het zoeken moet, omdat je het hier op aarde loopt te zoeken. Bij de bergen, bij de mensen. Dan mag je op adem komen bij God. Max zei laatst nog, vroeger lazen we in de Bijbel, Rina en ik, maar nu leven we uit de Bijbel. En dat is dat je het contact met die helper gevonden hebt. En zo stelt God je in staat om de valkuil van de eenzaamheid, om daar niet in te tuinen. Eenzaamheid, verdriet, gemis, ze krijgen een plek in je leven. Het verdriet, omdat jullie zonder je moeder en Max, zonder Rina, omdat je zo verder moet. Het kan je soms diep in de eenzaamheid drukken. Maar het zal je ook dicht bij de Heer brengen. Het kan je wijzer maken en gelukkiger, stiller, afhankelijker en kleiner. Het kan je minder oppervlakkig maken als je het zoekt op de plek waar het te vinden is. In de nabijheid van de Heer. Lieve mensen, dit lied, Psalm 121, Rina laat het ons als het ware na vandaag. En het ligt in ons midden. Dat lied gaat ook over de zon. De zon die soms zo onbarmhartig fel kan schijnen. We hadden dat afgelopen zomer wel eens. Al die dagen van boven de 30 graden. En dat het dan nog 4 dagen duurde voordat het onder de 30 graden zou komen. Ik zat het af te tellen, ik weet het nog zo. En zo kan de zon ook in Israël onbarmhartig fel op je schijnen. Het kan je volkomen uitputten. Maar bij de Heer en bij zijn hulp zit je niet onder die alles verzengende zon van jouw vragen en van je eenzaamheid. Maar bij zijn hulp ontwaar je zijn glimlach. U bent erbij. En dan is die nabijheid van de Heer, zegt de psalm, een verkoelende schaduw aan je rechterhand. Een verfrissende wind door je hart. Dat heeft Jezus uiteindelijk laten zien. Jezus die bij zieken en bij gestorvenen kwam. En hij riep ze. En hij raakte ze aan. En ze werden gezond. En ze kwamen weer tot leven. En hij stond zelf op uit de dood. Hoe kapot geranseld hij ook was.
hoe vervloekt en weggedaan hij ook hing op Golgotha. Hij overwon, lieve mensen. En met die nabije God mag ik jullie troosten. Hij is je hulp in alle omstandigheden. Hij zei bij het graf van zijn vriend Lazarus, toen iedereen verdrietig was en niemand meer geloofde dat er nog iets kon gebeuren, ik ben de opstanding en het leven. En zo maakt hij het altijd anders. En ik wens jullie toe, Max, Hette Jacob, en dan moet ik even Corrie, Jelle, ja, ik ga straks naar de volgende generatie hoor. Jelle toch? En Petra. Dan hebben we Eva en Lisanne en Björn. Nou, ik wens jullie toe dat je altijd in de nabijheid van Jezus mag zijn. Die hulp waar Psalm 121 hiernaar verwijst. Dat je die mag vastpakken, dat je die mag ervaren. En ik wilde graag nu ook met iedereen voor jullie ontbidden. Heere God, als een kring zitten we om Max en zijn kinderen en kleinkinderen heen. En wat is het vandaag een verdrietige dag. Maar ook een dag van hoop. Een dag waarop uw licht over ons leven schijnt. Een dag waarop we, nou ja, uw nabijheid mogen ervaren. En dat bidden we ook voor de toekomst. Dat we met z'n allen onze hulp niet vinden in de bergen, niet vinden in de natuur, niet in mensen alleen. Maar dat we die hulp bovenal vinden in u. Heer, dat bidden we voor Max, voor Hette Jacob en Corrie, Lisanne en Björn, voor Petra en Jelle en Eva. We bidden het voor elkaar in de naam van Jezus. Amen. Ik kijk omhoog naar de hoge bergen. Waar? Nou, dat is het volgende lied. Mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar u Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van u Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer, die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, u bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u. I'm
van u. Die de hemel en aarde heeft gemaakt. Zullen we samen danken voor het leven van Rina. Vader in de hemel, dank u wel voor haar trouw en haar support. Voor Max allereerst. Voor haar gezin en voor nog zoveel andere mensen. Dank u wel, Heer, dat zij een hulp was voor Max door u naast hem gezet. En dat door haar... ja, Max ook elke keer weer meer kon zien van wie u bent. Dank u wel dat door Rina bovendien veel anderen u te zien kregen. In de Nebokerk, in Seinpost. Maar ook op zoveel andere plekken. Heer, u hebt haar gebruikt om een zegen te zijn. Heel praktisch, heel trouw, heel direct. Dank u wel dat u haar ook... geholpen hebt in moeilijke periodes, ook in haar gezin, in verdriet en crisis. Maar dat ze haar houvast steeds weer kon vinden in Jezus en dat ze meer en meer door alles heen ging leven uit het evangelie. Het was uw Heilige Geest die dat voor elkaar kreeg. Dank u wel dat zij een vrouw was van vergeving, van trouw, van verzoening, van genade. Van naastenliefde, van daden. Dank voor de mooie talenten die u haar gaf. Wat was ze goed in contacten leggen en ook contacten vasthouden. Vriendelijk als ze was en vasthoudend, bewogen. Mensen ook meenemen naar u en naar de kerk. Dank u wel voor de mooie band die ze ook had met jongere generaties in de kerk. Gewoon er voor elkaar zijn, gewoon je huis openzetten. Je kan erover praten, maar Rina deed het. En zo was ze voor iedereen die ze tegenkwam. Dank u wel voor haar nuchterheid. Haar liefde voor zingen. Meer dan voor praten en discussiëren. En we kunnen daar in deze dienst ook weer iets van proeven. Dank u wel, Heer, dat ze zich ook door u geliefd wist. Door alles heen. Ook toen het moeilijk werd en ze zich wel eens afvroeg, waarom moet ik ziek worden? En kunnen anderen door? Maar ten diepste wist ze toch, ik ben een parel in uw hand. En daar viel ze op terug. Gewoon, ook al snap je er niks van, terugvallen op wat u hebt gezegd. Dank u wel dat ze daarvan kon getuigen. Dat hebt u in haar tot stand gebracht. En dat maakt haar alleen nog maar meer bijzonder in ons midden en in onze herinneringen.
Dank u wel, Heer. Ook voor de liefdevolle en trouwe zorg van Max voor haar. Heere God, wat was het moeilijk. Maar wat was het ook goed. En nu is de dag van afscheid nemen. Heer, nogmaals vragen we. Gaat u met ons mee? En geef dat we bij alles wat we denken en voelen, dat we dan ook mogen zien dat we een prachtige dochter van u hadden. Die nooit uit onze herinneringen weg zal gaan. En die ook nu ze op haar bestemming is aangekomen, blijft getuigen. En blijft spreken. En blijft wijzen naar u. Dank u wel, Heer, voor dat machtige cadeau. Amen. Groot is uw trouw, o Heer. Te gaan staan.
Dan zal ik voor hier in de kerkzaal het laatste gebed doen in verband met dat we zo naar de begraafplaats gaan. Na dat gebed komt dat lied, eenmaal maakt u alles weer nieuw, Jezus. Dan zal Rina worden uitgedragen en gebeurt wat net is aangekondigd. Laten we bidden. Almachtige, barmhartige God, uit u, door u en tot u zijn alle dingen en al onze wegen zijn u bekend. Wij bidden, sta ons bij op de weg die we nu gaan. Begeleid ons met uw troost nu wij dit mensenkind Marina Jacoba Veenstra Werkman uitdragen. Geef ons vertrouwen in uw goedheid dat wij haar geborgen weten in uw genade. En houd ons vast omwille van uw geliefde zoon die gekruisigd is en opgestaan tot onze eeuwige redding. Amen. Alles weer nieuw, Jezus, eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles volmaakt, Jezus, eenmaal zal het duidelijk zijn. Alle zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. Eenmaal oog in oog met de Heer, Jezus kan genade heerlijke zijn. Maakt ons anders en nieuw op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus, eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we uw macht en uw kracht. Zal dat zijn, dan zijn wij bij Jezus.
Jezus, kan genade heerlijker zijn. En u maakt ons anders en nieuw. Ja, u maakt ons anders en nieuw. U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Zing het met je hart. Op die dag. Het overwinningslied.